Sinds juli 2023 is de Vismarkt van Harderwijk een bijzondere galerierijker. Het is de kleine galerie aan de Vismarkt, een initiatief van de Harderwijkers Hans Kienhuis en Patrick van Munsteren. Bij deze galerie gaat het nou eens niet om de harde munten, maar om kunstenaars in een kansrijke positie te brengen op een van de drukste en mooiste punten van de stad. Aan Patrick de vraag hoe dit lofrijke initiatief tot stand is gekomen. Dankzij mijn buurman Hans Kienhuis. Die was de eigenaar van het pand. Hij is helaas overleden. De gemeente heeft besloten dat dit alleen een gallery mag zijn. En tijdens een vrijdagmiddagborreltje hebben wij besloten om er dan wel weer een gallery van te maken. Het heeft heel veel bestemmingen gehad. Ze zijn eigenlijk allemaal mislukt. Dus ik heb vorig jaar juni besloten om er een gallery van te maken. En eens kijken hoe dat ging werken. En tot nu toe werkt dat aardig goed. We hebben sinds twee weken Stichting Vrienden van de Gallery Vismarkt opgericht. Dus de gallery valt eigenlijk nu onder de stichting. Stichting is toch wat leuker om dit pand zoveel aan te bieden aan mensen die er wat leuke dingen mee gaan doen. Dat is eigenlijk ook een beetje mijn belofte aan Hans, dat dit pand lachende gezichten moet brengen. En ik kan hier ook niet 7 dagen zitten, dus we proberen zoveel mogelijk dingen te organiseren nu. En dat is vanuit de stichting wat leuker. Zo hebben we 1 keer in de maand open podium. We hebben straks aan het einde van een schildercursus komen de 17 cursisten hier hun werk tonen aan familie en vrienden. Dus dat is ook erg leuk. Ja, en af en toe hebben we iemand die zijn privécollectie wil tonen. Of gewoon de kunstenaars die zelf hun werk willen aanbieden. Hans is helaas overleden. Maar goed, het is mijn taak om dit voor te zetten. Ik deed het al een paar maanden. En volgens zijn vrienden is dat tot nu toe heel goed gelukt. Dus af en toe drinken we hier ook een wijntje ter nagedachtenis. En om te vieren dat het pand nu licht geeft in het donker, om zo maar te zeggen. Maar je ziet wel dat lokale kunstenaars en ook uit de buurt steeds vaker informeren. Goh, ik wil hier waar hangen. Ik heb gehoord van die dat je hier kan hangen. En ja... Wij zijn natuurlijk wij zijn voor de vrijheid, dus je mag hier eigenlijk zelf bepalen hoe je het wil hangen. En openingstijden kun je ook zelf een beetje bijhouden. Dat is wel uniek. Ik vind dat degene die het maakt hier ook zelf zijn expositie moet leiden. Omdat die uit kan leggen aan degene waarom hij dit hebt gemaakt en wat hij erin ziet of wat hij er niet in zit. En ik ben de galeriehouder, ik stel de ruimte beschikbaar. Maar het is wel leuk dat degene die het maakt ook... Hier zelf staat. Hoewel er ook kunstenaars zijn die zeggen, ik zoek een soort manager. Ik wil alleen maken en niet met mensen te maken hebben. Nou ja, dan kan ik die rol op me nemen. Vooral in de zomermaanden komen er veel mensen binnen. In het begin was het woordje gallery klinkt nogal een beetje luxe. Er staat een man in een rode broek met een glaasje wijn en alles binnen kost vanaf 10.000 euro. En langzaam begint men in Harderwijk en omstreken te zien dat ik laagdrempelig wil zijn. Dat ik kunst heb voor mensen die het leuk vinden om kunst te maken. Dus het is een beetje laagdrempelig kunst de stad inbrengen. Dus mensen vinden het wel leuk nu om langs de fiets en te kijken wat heeft hij nu weer allemaal hangen. Ja, je kan hier niet je hypotheek van betalen. Dit moet je leuk vinden om te doen. En als er een mooie expositie is, dan komt er wat geld binnen. En nu komen de wintermaanden is het wat minder. De stichting is ook opgericht om te kijken of er mensen vriend willen worden van de stichting en dan ook iets willen doen voor de stichting, zodat er wat meer leven in de brouwerij kan komen. De kleine galerie aan de Vismarkt heeft geen reguliere openingstijden. Je moet het net even treffen. Of je moet een telefonische afspraak maken op nummer 062 5033323. Meestal hoef je, als hij thuis is, niet lang op hem te wachten, want hij woont een paar deuren verder. Meer informatie vind je op de site www.galerievismarkt.nl.